Dames en heren, jongens en meisjes. Dit jaar wordt het sportgala voor de 18e keer georganiseerd. Honderden spotters zijn de afgelopen jaren genomineerd. En een tiental spotters is ook inderdaad sportman, sportvrouw, sportploeg van het jaar geworden of hebben de aanmoedigingsprijs ontvangen. Een paar spotters hebben inmiddels de wereldtop bereikt. Ja, afkomstig uit de gemeente Midden-Drenthe. Zo kennen we Linda de Vries met het schaatsen en Adelinde Cornelissen met de paardensport. Maar er is nog één. Het is een dame afkomstig uit Bijlen. Zij acteert op wereldniveau. Ze is begonnen met haar sport in Bijlen. Daarna naar een eredivisieclub hier in de omgeving. Vervolgens ging zij naar Duitsland. En toen ze daar succesvol was, werd ze geselecteerd voor het nationale damesteam. Inmiddels speelt zij haar competitiewedstrijden in Italië. En afgelopen jaar nam zij met het Nederlands team deel aan de Olympische Spelen. Ja, ik heb het over Laura Dijkema. Ik heb je al gezegd dat toen jij 14 jaar was, Laura, jij de aanmoedigingsprijs ontving voor de sportgala van de gemeente Midden-Drenthe. En 2 jaar later werd je zelfs gekozen tot sportvrouw. Wat kun jij je nog herinneren van die periode? Ja, het is al lange tijd geleden, zo'n 10 jaar geleden natuurlijk. Ik weet, toen speelde ik nog bij Dok in Dwingelo. En ik was nog heel klein en het sportgala was altijd wel heel leuk. En het was een hele eer om genomineerd sowieso al te zijn. Dacht jij toen al aan een internationale carrière? Op dat moment vond ik volleybal vooral heel erg leuk. En het was echt mijn passie. En ik stond uren in de sporten altijd trainen. En met dames 3-1, meisjes A. Ik deed alle uren achter elkaar. En ik was op zich nooit echt heel erg bezig geweest met de top halen of internationale carrière. Maar dat is echt voor mij wat later gekomen, ja. Heb je in die tijd ook heel veel moeten laten om goed te kunnen presteren? Ja, zeker. Ik bedoel, als het wel je passie is, zeg maar, dan moet je zoveel trainingsuren maken. En je ziet je familie, vrienden weinig. Je kan niet naar zulke mooie uitgaansgelegenheden vaak gaan natuurlijk. Dus je moet er wel heel veel dingen voor laten, absoluut. Wij hebben bij dit sportgala ook een volleybalster, 15 jaar oud, die de aanmoedigingsprijs krijgt. Net als jij destijds. Zij volleybalt ook al binnen Nivobo in een talententeam op Papendal. Heb jij nog adviezen voor Fleur Meinders? Daar gaat het om. Waar zij wat aan heeft. Ik denk dat ik haar wel eens ben tegengekomen op Papendal. En mijn advies is echt niet alleen voor haar, maar voor iedereen om echt gewoon plezier in het spelletje te houden. Alleen op die manier kun je veel trainen. En als je het leuk vindt, is het gewoon makkelijker om veel uren te maken en goed te worden. Dus je moet er veel dingen voor laten, maar hou er gewoon plezier in. En dan komt het vanzelf. Het afgelopen jaar zijn voor jou veel hoogtepunten geweest. Je bent gaan volleyballen in Italië. Deelgenomen aan de Olympische Spelen. Hoe kijk jij terug op het afgelopen jaar? Ja, het was een heel heftig jaar. Natuurlijk eerst onze kwalificatie met het Nederlands team voor de Olympische Spelen. Daarna heb ik de dubbel gewonnen in Duitsland, het kampioenschap en de beker. Mooie transfer naar Italië gemaakt. Dus afgelopen jaar was voor mij echt een van de meest succesvolle jaren uit mijn carrière. Ja. En hoe ziet jouw toekomst eruit? Ja, ik zit nu bij een hele fijne club in Italië. Op dit moment staan we derde en we gaan daar proberen de prijs te pakken. En we starten nu een heel nieuw traject met het Nederlands team weer richting Tokio 2020. Met alle toernooien die erbij horen. Dit jaar weer een EK, dus er is genoeg nog te doen. Zien we jou nog ooit in Nederland volleyballen? Zeg nooit nooit natuurlijk. Ik vind volleybal hartstikke leuk om te doen. En het lijkt me super leuk om later een keer gewoon met vrienden gewoon in het team te volleyballen. Dus zeg nooit nooit. Dat zou ook bij SMES kunnen zijn. Dat zou ook bij SMES bijlen kunnen zijn, absoluut. Laura, onze gasten ontvangen altijd aan het eind, als ze onze gast zijn op het sportgala, een bloemetje. We denken voor jou toch iets anders te moeten meenemen en te meegeven naar Italië toe. En dat ga ik je nu even overhandigen. Kijk, dit is... Voor oud en nieuw. En misschien nog een mooi Twitter-moment om het met jouw collega's in Italië te delen. Dankjewel voor jouw komst hier en medewerking aan het filmpje. En heel veel succes met jouw carrière. Super lief, dankjewel.